De Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, heeft vandaag een workshop geopend met als thema The Modern Organization, How to Stay Ahead of Digital Disruption. Het doel van de workshop is om organisaties uit te rusten met vaardigheden en kennis over opkomende technologieën voor hun digitale transformatie. De eendaagse workshop was een samenwerking tussen de TAS en de ICT-bedrijven Incus Services Trinidad, IT-Core en Checkpoint Technologies. Falini Akimboto Wasimin, raadslid bij de TAS, vertelt meer hierover. In principe zijn we niet achter. We zijn niet zo ver achter dat we kunnen zeggen van bij ons er is niets gedaan. Maar er is wel een stukje waar we moeten werken. Zoals een integrale aanpak aan IT, hoe we IT zien in het land zelf. Wat we willen doen als natie, wat willen we als government doen om IT eigenlijk te stimuleren als land. Het is belangrijk dat we weten wat de technologische ontwikkelingen zijn, waar onze plaats is en hoe wij daarmee willen omgaan. Door wie wordt deze workshop verzorgd? Ja, precies. Dus nogmaals, het is een collaboration, het is een samenwerking van TAS met Incus Services. Incus Services is een Trinidadiaans bedrijf of organisatie, zeg maar, die zich bezighoudt met data analytics. Je hebt IT Core ken je in Suriname, juist, dus Theo Boomsma, dus iedereen kent Theo Boomsma. En je hebt Checkpoint. Checkpoint is een van de beste cybersecurity companies in de wereld, die eigenlijk gevestigd, dus headquarters heeft in Israël. Roland Kisoen, manager van Checkpoint Technologies, is ingenomen met de workshop. Hij vertelt meer over zijn bedrijf. Checkpoint is the world's largest cybersecurity company, headquartered in Tel Aviv, Israel. We operate in 100% of Fortune 100 companies and 86% of Fortune 500 companies. So the involvement from Checkpoint is to partner with TAS. Incus Services is our partner, so they represent our solutions. Our purpose here is to share as much information as we can, partner with TAS on an ongoing basis to develop the local talent and of course the organizations, government and private industries. Dat was dus Roland Kisoen, manager van Checkpoint Technologies, een van de partners waarmee de TAS een workshop over de digitale wereld heeft gehouden. De workshop vond vandaag plaats in de banketzaal van Torarica.